Dit hier is het mekka, het gokmekka van Nijmegen. Hier heb ik 10 jaar lang gewerkt. Hier is het allemaal begonnen. Hier heb ik mijn allereerste gigolo ervaring uiteindelijk ontmoet. Een dame waarmee ik daarna straks, zullen we laten zien, naar het Mercure Hotel ging in Nijmegen. Leuk verhaal. Dus die bewuste nacht eindigde ik hier met die dame die ik heb leren kennen in het casino. Dit is het Mercure Hotel. Van naast het station van Nijmegen. We gaan hier naar binnen. Zij neemt mij mee als zijnde een gezelschapspersoon. Ja, ze weten daar natuurlijk niet waarvoor ik kom. We gaan naar binnen. We gaan ongeveer naar de 4e verdieping aan de achterzijde. En daar gebeurde het dus dat ik met haar binnen was. En dat ik hoorde dat er iets niet goed was. Zij zou een paramedics nodig hebben, vertelde ze in het Engels. Dus daardoor wist ik dat er iets aan de hand was met die dame. Nou, ik heb uiteindelijk gevraagd wat er was. Wat blijkt? Zij blijkt leukemie te hebben. En heeft nog maar een paar weken te leven. En ze voelde echt dat het haar tijd was. Ik schrok daarvan natuurlijk. Kijk, niet dat ik bang was dat ik daar ook iets van zou meekrijgen natuurlijk, want het is niks besmettelijks. Maar gewoon, je werd geconfronteerd met het feit dat deze dame vandaag met mij daar was, die avond. En een paar weken later er waarschijnlijk niet meer zou zijn. Op het moment dat ik met haar dus de liefde ging bedrijven, om het zo maar even netjes te noemen, geeft ze me ook nog van tevoren aan, hier op het nachtkastje liggen 2 tabletjes, voor het geval dat ik een epileptische aanval krijg. Nou ja, 3 keer raden, die kreeg ze dus ook. Dan kan je vertellen, als eerste ervaring voor een gigolo, is dat misschien wel het meest vreemde wat je kunt meemaken. En ja, het was allemaal hier zo, hier is het allemaal begonnen. Niets is wat het lijkt. De panden die je hier ziet, ik weet niet of het te zien is op camera zo, we mogen er niet echt voor gaan staan vanwege de schending van de privacy. Maar dit is de Red Light District van Nijmegen. Hier zitten dus de dames achter de ramen, waar ik in feite dan een bepaalde affiniteit mee heb vanwege mijn werk als gigolo. Kijk, allemaal boten maken veel lawaai. Die brug daar, dat is de Waalbrug, die is heel erg beroemd uit de film A Bridge Too Far met Sean Connery. Heb je er nog nooit voor gehoord? Google het eventjes. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog, omdat deze stad ook flink getroffen is door bombardementen van de nazi's. Waaronder ook die brug, wij staan er nog steeds. Kijk, we zijn dus hier bij het casino. Hier heb ik 10 jaar lang gewerkt. Vanuit deze positie ben ik dus uiteindelijk in het werk gerold als gigolo. Dat hele gigolo gebeuren, heel kort, daar heb ik over geschreven. Het boek heet Niets is wat het lijkt. In dat boek kun je alles lezen over wat ik in die periode meegemaakt. En het boek eindigt uiteindelijk met een laatste opdracht die ik in Peru had. Waar ik uiteindelijk vanuit die opdracht met 2 vrouwen, 2 Nederlandse vrouwen, ben ik uiteindelijk geconfronteerd geraakt in Italië met een kleine 0,5 kilo aan cocaïne die ze hadden verstopt in mijn handbagage. Daarover lees je alles in het tweede boek. Dat tweede boek heet Achter de tralies schijnt de zon. Daar begint het boek uiteindelijk over mijn leven achter de tralies, waar ik onschuldig opgesloten zat en wel 3 gevangenissen in Italië. 2 in Italië, 1 in Sardinië. Dus uiteindelijk werd ik dus gepakt in Italië op het vliegveld met iets minder dan 0,5 kilo cocaïne. En ik werd dus uiteindelijk daar geplaatst in de gevangenis. De gevangenissen daar in Italië, Rome, Sardinië, dat zijn de 2 oudste gevangenissen waar ik heb gezeten. Die zien er ongeveer een beetje uit als de plek waar ik zo meteen naartoe ga om een kleine impressie te geven hoe het er daar aan de buitenkant van de gevangenissen uitzag. Want daar zijn de gevangenissen nog echt uit de tijd van Benito Mussolini. Dus daar gaan we zo meteen even een kijkje nemen. We zijn hier natuurlijk niet in Rome of Sardinië, maar om een kleine impressie te krijgen van hoe de gebouwen daar in Italië en Sardinië de gevangenissen eruit zagen. Je kunt het een beetje vergelijken met dit hier. Klein, oud kerkerraampje met tralies. Vaak hoog in de kamer of in de ruimte zelf.
Dus je had geen plek om even naar buiten te kijken. Je kwam wel licht binnen. Maar ja, dit geeft een goede impressie van hoe het er daar ongeveer uitzag. Ja, deze duisternis die vertegenwoordigt eigenlijk een beetje de duisternis waar ik 2 jaar heb vastgezeten in Italië. 2 jaar weg van mijn familie, weg van mijn dierbaren, mijn kinderen, heb ik daar moeten vertoeven achter die tralies. Hebben ze juist gezien hoe dat er ongeveer uitziet. Alles is te lezen in het boek Achter de tralies schijnt de zon, waar je het hele verhaal van begin tot einde kan lezen. Hoe ik uiteindelijk weer terugkwam in mijn mooie stad Nijmegen. Hier zitten we dus op de kruittoren van het Kronenburgerpark. Hier heb je een heel mooi panorama, een mooi zicht van hoe Nijmegen eruit ziet. Een van de oudste stad van Nederland. Nou ja, dan kom je uiteindelijk na zo'n tijd kom je weer terug in je oude vertrouwde stadje. Nou, kijk maar hoe mooi het is, dus je hebt wel een beetje door van hoe blij je dan bent. Prachtig hier, hè? Nijmegen. Dit is het politiebureau van Nijmegen. Daar, aan de zijkant, zijn de kantoortjes van de reclassering. In feite is het reclasseringsbureau van Nijmegen zit hier binnen in het politiebureau. Hier kwam ik dus uiteindelijk terecht. Een jaar lang, elke maand, moest ik me hier melden. Als meldingsplicht na mijn detentie. Dus op het moment dat ik vrij kwam, was dat daar de plek waar ik elke maand heb moeten zitten. Wat betreft de reclassering wil ik 1 ding nog eventjes toevoegen. Gewoon mijn eigen persoonlijke mening. Het is heel jammer dat er in Nederland geen platform is voor gedetineerden die ervoor zorgt dat ze onderdak krijgen, dat ze huisvesting krijgen, dat ze weer terugkomen in de maatschappij door middel van het zoeken naar werk, of dat ze in ieder geval bindingen hebben, of in ieder geval bedrijven die zich lenen voor het werken met ex-gedetineerden. Zo'n platform bestaat niet in Nederland. Je zou denken dat de reclassering dat doet, maar die doen dus helemaal niks eigenlijk. Max Ernst. Hier is het kantoor van de psycholoog. Nou, we horen daar weer de politie. Dit is het kantoor van de psycholoog waar ik mijn EMDR-therapie heb gehad. Dat is een traumatherapie, verwerkingstherapie. Want 2-3 jaar na dato, na het vrijkomen na zo'n straf, dan blijken er toch allerlei onderliggende trauma's te zijn die ik niet verwerkt heb. En op zo'n manier kun je dus eigenlijk mentaal niet verder. En toen heb ik besloten om die therapie te gaan volgen bij Max Ernst dus. En het heeft hier plaatsgevonden, waardoor ik nu dus weer gewoon over alles makkelijker kan praten. Jullie hebben gekeken naar het verhaal van Frank de Bruin. Zijn boeken zijn te vinden op zijn website www.frankdebruin.com. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Ik ben Roano en tot de volgende video.